Jullie hebben een blog. Ja. Een heel mooi blog. Ja. Waar ik ook, via het blog heb ik jullie leren kennen. Waar jullie heel jullie methode ook helemaal uitgebreid hebben geëtaleerd. Ja. Tot in behoorlijk detail. Ja. En op dat blog hebben jullie natuurlijk mensen die jullie volgen. Ja, heel goed. We zitten hier nu met z'n tweeën. We kennen elkaar nu 1,5 jaar. Ja. En het idee kwam, laten we de dialogen die we met elkaar hebben, laten we dat dus in een groter perspectief zien. En kijken of we die volgers die er dan zijn, om die misschien wel te laten deelnemen in dit gesprek. En om te kijken waar de interesse gezamenlijk ligt. Volgens mij hebben wij onze interesse, namelijk een tuin en dat op een natuurlijke, zoveel mogelijke manier, zonder chemicaliën. Op een onafhankelijkheid waar we in de maatschappij opgestuurd zijn, waarvan we voelen dat is een soort onaangename afhankelijkheid. Ja. En dat we gewoon voedselrijk eten willen maken. Nou, jullie zijn hier ook net als ik in Portugal terechtgekomen met een eigen klimaat. En je bent daar op jouw manier mee omgegaan. Ja. Ja, je kiest ervoor en je gaat ervoor. En op een gegeven moment kom je zover, denk ik, dat je ook niet meer terug wil en kan. En wij zitten hier natuurlijk op een geweldig stuk vrijheid. Ontzettend groot stuk land, een stuk groot gebied. En dan, ja, de tuin je eigenlijk min of meer in. En je gaat om je heen kijken en je gaat zien, je wilt ook eten, want je wilt dus niet het voedsel eten uit de winkels vandaan. En dan krijg je natuurlijk van, hoe voorzie je dan jezelf van grondstoffen? Maar dan moet je eerst terug naar het feit dat de grond die we hier aantroffen, waarvan we dachten en iedereen zei dat het waardeloze grond, daar kun je niks mee, dat helemaal niet waar is. Dat er dus gesteentemeel eigenlijk is en dat daar activiteit in moet plaatsvinden. En dat was ons vertrekpunt, dat we dus dachten van, nou, als we dan toch goede grond hebben en je hebt dan iets nodig om dus die grond actief te maken, dat het vertrekpunt was eigenlijk om dus compost te gaan maken. Want de kunst is natuurlijk dat je dus met de omgeving waar je dan in verzeild raakt, waar je woont, dat je dan daar in een evenwicht mee leeft. En daar vandaan komt dan het haalgebied en daar komt het composteren. En daarnaast komt dus natuurlijk de mineralen die uit de grond vrijkomen, die je nodig hebt om planten volledig te kunnen opkweken. Dat is dan een samenhang. Ja, in je aanpak in feite. Als je nou zegt compost, hè, want toen ik op internet ging kijken, vind je een heleboel manieren van compost maken. Als ik hier om me heen kijk in Portugal, de mensen die met tuinieren bezig zijn, die hebben heel veel verschillende. De een gebruikt mest, de ander, mijn buren gaan gewoon op kunstmest. De ander is met karton, met hooi. Mensen zijn van alles aan het doen. Veel mensen gebruiken mest om die bodemactiviteiten te activeren. Maar daarvan zeg jij van dat heeft bepaalde neven. Ja, daar zit over het algemeen te veel NPK in, dus nitraat voornamelijk. En die verstoort dus het evenwicht in de plant, waardoor die dus ontzettend goed gaat groeien. Maar dat betekent dan wel een tekort aan mineralen die we dus ook brood nodig hebben. Ja. En dan dus met mest krijgt de plant niet de tijd om de mineralen die hier aanwezig zijn, om die tot zich te nemen? Nee, dat gaat te snel de eenzijdige kant op. En het is net zoiets als alcohol, waardoor je dus bazig wordt in je hoofd, bij wijze van spreken. Nou, dat is een plant ook zo in feite. Die is verslaafd aan zijn druk. En dat is wel nitraat, ja. En dat is met de compost zoals jullie die hier maken, is dat anders? Ja, dat is absoluut anders, want er is helemaal geen mest. Er wordt wel iets mest aan toegevoegd in de vorm van opgelost water, opgeloste mest in water. En het is één schep in de vier werkgangen of zo.
En dat is dus minimaal en dat is alleen maar om de bacterie die dus in die mest zit, om die dus in het gras te brengen, in het hooi te brengen, waardoor dus een starter ontstaat. Maar het heeft niks meer te maken met mest toevoeging voor mest. Het is geen voeding voor de plant aan zich, want je wil juist dat die plant naar die mineralen op zoek gaat. Die moet op werk gezet worden. Dat hij zelf op zoek gaat. Nou zijn die drie mineralen die je noemde, die ook in de kunstmest zitten, dat zijn natuurlijk ook mineralen. Jullie hebben volgens mij ontdekt dat er veel meer mineralen zijn. Ja, er zijn ongeveer 47 mineralen. Ja. En er wordt alleen maar uitgegaan van NPK, dus nitraat, fosfaat en kali. Dus ook met mest, hè, zijn het voornamelijk die drie. Ja. Dus de tuin ziet er misschien fantastisch uit. De oogst zal ook goed zijn. Ziet er allemaal stralend uit, maar je krijgt dus bijna naar binnen toe. Ja. Je krijgt niet die mineralen die je nodig hebt. Ja. Dus met jullie compost kunnen we eigenlijk stellen dat je voedt niet zozeer de plant. Hè, wat in mijn opzicht, ik dacht altijd, je moet de plant voeden. Je moet maar het is eigenlijk best wel een revolutionaire insteek die jullie hier hebben gecreëerd. Ja, maar hij is eigenlijk al heel oud. Dus het is een herrevolutie eigenlijk in feite. Een narevolutie, ja, zou je kunnen stellen. We zitten hier voornamelijk in de leisteengrond. En dat hebben jullie op een gegeven moment ontdekt. Hè? Ja. Dat eigenlijk alleen maar mineralen zijn. En hoe draagt jouw methode nou bij omdat dat je die mineralen kan vrijmaken? Ja, dat is dus dat begrip van carbon. Dus dat compost uiteindelijk dus carbon is, waar bacteriën van kunnen bestaan. Als je dat niet in de grond hebt zitten, dan is het onmogelijk om activiteit te ontplooien. Dat kan niet. En om dus die compost in die grond te brengen, krijg je dus bodemleven. En dat bodemleven, dat is ook nog wel een belangrijk ding. Dat moet je je kunnen voorstellen. Dus het is microleven, maar dan moet je maar denken aan koeien en paarden die heel klein zijn. Varkens, noem maar op. Schapen, geiten. En het woord zegt het al, het is microleven. Dus die microben die in die grond zitten, die hebben dus de energie uit de carbon, dus de compost. En die spugen, laten we zeggen, tegen de mineralen aan, tegen de gesteentestof, en dat lost dan op en dat nemen ze weer naar binnen toe en dan sterven ze vervolgens na een tijdje gewoon af en dan gaat de plant aan het werk en die zuigt die mineralen erop. Dus er zit een samenhang tussen hoe de bacterieleven in de grond werkt en dat moet je je voor kunnen stellen. En daar zit nog wel een verhaal aan vast, want als je dus die compost niet in de grond brengt, en dat, dus als je het alleen maar op de oppervlakte strooit, en je mengt het niet door die grond heen, dan bereik je ook nog niks. Dan krijg je hoogstens zo'n laagje, 5 centimeter, waar dus activiteit plaatsvindt en beneden daar niet. En dat is wel belangrijk, want we gingen uit van een manier van niet spitten. Dan heb je dus de regenwormen nodig om dus van boven naar beneden die grondstoffen te brengen. En die heb je hier niet. Omdat het zo droog is? Omdat het zo droog is. Nee. Dus er zitten allerlei facetten aan vast in feite, die wel bepalend zijn en die meewerken om dus die activiteit in het bodemleven op gang te brengen. Dus nu zijn we zover dat we dus denken bij onszelf van nou, er moet wel degelijk door die grond heen gemengd worden. En dat merk ik heel sterk op in de plantenbakken die ik nou dus gebruik. Die grond meng ik wel intensief met compost samen. Dat heeft helemaal niet zoveel compost nodig, maar het is wel een intensieve menging. En daar doen de planten het geweldig in. Dus je mengt de aarde hier van het land met jouw compost. En dat meng je samen in een pot en daar kweek je je geweldige sla. En ik denk dat dat een belangrijk element is. Dat mensen weten van bodemleven is een vrij ingewikkeld proces. Het duurt vrij lang, maar het gaat ook niet snel. 1 bacterie, 2 bacterie kost behoorlijk wat tijd. En voor je echt een bacterieleven op gang hebt gebracht, nou, dan ben je behoorlijk lang bezig. Dus dan moet je denken, als je dus het najaar je compost gooit, dat je dan in het voorjaar een volledige activiteit opgebouwd hebt.
Zodat je weer een nieuwe ronde... Dan kun je weer een nieuwe ronde draaien, ja. ...in de moes kan doen. Dus je hebt, hè, als we het even samenvatten, dan heb je hier een bodem waarvan we hebben ontdekt eigenlijk, hè, dat dat dus een hele potentiële aarde is. Ja. Alleen planten kunnen daar niks mee, het is droog, de vloer is net beton als je daar geen humus, hè, geen organisch materiaal in zit. Door daar compost aan toe te voegen, breng je activiteit in die bodem. Daardoor komt dat micro-organisme die komen tot leven. En als daar dan een plant bij komt, die kan in dat micro-organisme kan die bij die mineralen. Ja. Dus op die manier kweek je natuurlijk groenten waar allerlei verscheidenheid aan mineralen in zitten. Nou, dank u wel. Dat is toch wel een goede start, lijkt me zo. Ja.